Het staat al een paar jaar leeg, het ziekenhuis Bernhoven. Volgens het COA en de gemeente wellicht een goede plek voor de opvang van vluchtelingen. De inwoners van Veghel hebben er gemengde gevoelens over. Prima, ja. Ik denk dat we moeten opvangen. Dat is voor mij duidelijk, ja. Waarom is het allemaal in Nederland? Kost allemaal geld. Dat is ons geld. Maximaal 300 vluchtelingen voor een tijd van 1 jaar in het oude Bernhoven ziekenhuis. Aha, oké, ja. Ja, dat is best heftig, denk ik. Zeker voor de mensen die er omheen wonen. Maar ja, die mensen hebben natuurlijk ook hulp en ondersteuning nodig. Dus in die zin is het wel belangrijk dat daar door de burgemeester en wethouders adequaat mee wordt omgegaan om iedereen te horen. En dat is precies wat de gemeente Veghel van plan is. Geleerd van voorvallen in andere gemeenten is de opvang nog helemaal niet in kannen en kruiken. Wij willen dat wel laten afhangen van een aantal factoren. Alle gesprekken zijn nog niet rond. Bovendien vinden we het ook heel erg belangrijk eerst in gesprek te gaan met de buurt. Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt, zijn alle inwoners van Veghel uitgenodigd om mee te praten over het plan. Op 25 januari in het gemeentehuis. Al zullen er ook mensen zijn die avond aan zich voorbij laten gaan. Je weet, er is een oorlog geweest in 1940-45. En toen ben ik ondergedoken bij mensen die mij niet kenden. En daar heb ik het leven aan te danken. Deze mensen ook.